Paarden hebben een beetje meer tijd nodig dan anderen. Het nummer 29, het wordt gedragen door Matthias Hens. Die heeft nu onder het zadel Happy Landé. Happy Landé is in tegenstelling tot wat er op onze startlijst staat geen Diamante Semi, maar wel een Andiamo Semi. De moeder is van Elios de la Cour en dan Socrate de Chiffre. En die Socrate de Chiffre, daar moeten we het toch even over hebben, want die heeft al 2,61 paarden gegeven. Namelijk Une Étoile Landaise van Julien Gonin en Amérique Landais van Hubert Kiernowski. En dat is ook de stam van bijvoorbeeld Ut Majeur de Bressé, een hengst die ook van bij Jo van Dijk kwam. En die het heel goed gedaan heeft in zijn latere carrière. Met Casio Rivetti en dan verkocht is naar een Colombiaanse ruiter. Typisch Frans gefokt deze hengst. Jouw veel Andiamo semis gezien? Niet zo heel veel. En ook een halsus van die... In België lopen die nog niet zo heel... Dik bezaaid. Nee. Deze is wel een leuke. Absoluut. Het vaartloze over de laatste. Happy Landé. Matthias Hens. Een hengst. Waar nog heel veel marge op zit. Die veel aanleg lijkt te hebben om te springen. We hebben een chocomel product. Dit is...